De winter is voorbij, beste kijkers. Maar dat wil nog niet zeggen dat schaatsen is afgelopen. Want er komt nog heel wat aan. Denk maar eens aan Schielen. Maar we gaan eens even teruggeblikken met een man die zeker wel bekend is in de gemeente Oldebroek. Zijn naam is Jan Maarten Heideman. Jan Maarten, ik weet er nog dat de verslaggever zegt voor de televisie. Hij is geboren in 1973. Dat klopt dat precies, denk ik. Ja, dat klopt. In 1973, ja. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met schaatsen? Toen ik zo'n beetje 11 was, toen ben ik begonnen. Iets van 1 keer in de 14 dagen of zo. En gewoon elke keer een beetje meer. En was het de korte baan aan Biddy? Ja, in het begin, ja, lange baan is dat. Maar dat is dan 400 meter en 1500 en 10 kilometer en zo. En pas in 1997, toen ben ik begonnen met marathonschaatsen. Dus dat is een wat latere tijdstip eigenlijk? Ja, dat is wat later tijdstip, dat klopt. Hoe kwam je tot die keuze om dat te doen? Kwam ze bij jou om te zeggen van, ja Maarten, er liggen niet warm bij de marathons te komen? Vroeger toen ik misschien iets van 13 jaar was of zo, toen schaatsen ik in Deemter en dat was Henry Waster, Henry Rutenberg en Dries van Weijen. Dat vond ik gewoon machtig mooi om door achteraan te kunnen schaatsen. En ik vond het altijd al prachtig mooi om te doen. Maar toen op een gegeven moment jong bent, dan doe je toch eerst wat lange banen. Dat is meer voor de snelheid en techniek en zo. En dan kijk je door eens hoe wit hij kan komen. Maar toen had ik altijd in mijn achterhoofd al zitten van ik ga later wel een keer schaatsen. Maar met lange banen wist ik wel zo'n beetje hoe wit hij kon komen. En ik was een beetje achtste van Nederland vaak. En dan zit hij gewoon niet bij EK's of WK's erbij. Dus toen ik dacht nou, dan ga ik een keer marathon schaatsen. En toen viel ik gelieken met een neus in de botten, want er was de Elfsteden toch werd gelieken geholpen in NK en Ankeveen, dus dat was toen helemaal super. Ja, helemaal een belevenis natuurlijk voor u. Ja, dat was machtig mooi. En in de zomer toen dacht ik van ik ga marathon schaatsen en ik wilde Elfsteden toch rennen. En ja, direct de eerste winter was het Elfsteden toch. En dan denk je van, nou, toen dacht ik van nou mooi, doe ik wat ervaring op voor als het nog een keer kan. Maar hij is er nou nooit weer gekomen. Nee, dan kom je in een heel vreemd pakjes, denk ik, als je zo met zo'n hele meute mee moet. Ja, als je jong bent, dan is dat weer prachtig mooi. Denk je, met Elfsteden toch willen gingen in het donker, dan sta je in de kooi en dan ren je naar het ijs toe en dan moet je de schaatsen aan trekken en dan gooi je wil aan de wind met naar Sneek. Dan volle bak van de wind af en gewoon in het donker, dus je zag al die scheuren en zo niet, dus soms vulden we water. Toen vond je dat gewoon een mooi spektakel. En hoe ouder hij wordt, dan denk je, tjonge, het is toch wel. Het is nog wel een linker bedoeling soms ook. Maar ja, het gaat vaak nog goed. Ja, je bent eigenlijk, want er zijn heel veel mensen uit de gemeente die denken dat je een Oldebroeker bent. Maar je bent eigenlijk geboren in een Gelders dorpje, hè? Ja, ik denk de meesten die kunnen het ook wel horen. Ik praat net iets anders dan hier zo. Maar ik ben geboren in Gelselaar, dat is gemeente Borculo. Dat ligt achter Lochem, Diepenheim, die kant uit. Alleen. Als ik nu door heb praat, dan kan ze ook wel horen dat ik hier weer een hele tijd heb bewoond. Want op een gegeven moment ga je alles in elkaar herhalen. Ja, je bent uiteindelijk getrouwd met de vrouw uit Oldebroek, hè? Ja, Esther van boven. En die doet ook veel aan schaatsen? Ja, ze schaatst en loopt en fietst voor de conditie, ja. Nou, Guido, kun jij erg iets verder? Want ja, Jan Maarten Heideman gaat niet stil zitten. De ene record naar de andere kunnen we zeggen breken, want je wint de ene naar de andere wedstrijd. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dus, dan moet je een beetje geluk hebben. Kijk, de ene kreeg talenten in het ene en de andere in het andere. Ik kon dan het schaatsen en dat ging me wel aardig af. En dan, ik had er gewoon machtig van de schik van. Ik vond het prachtig mooi om te doen. En dan gaat dat zo vanzelf. Het is wel een kwestie van trainen natuurlijk, hè? Ja, je moet wel trainen en vaak heb je er plezier in hebt, dan ga je dat trainen vanzelf. Kijk, soms dan moet je wel eens een keer 6 uur op de fiets zitten of zo. Ja, dat vind ik soms helemaal geen probleem. Dat vind ik wel mooi om te doen ook. De fiets gewoon een grote ronde. Maar soms gewoon een keer hardlopen, bos in of wat dan ook, van alles wat. Ja, en dan wordt de ene succes naar de ander, zou je zeggen. De momenten natuurlijk wij beleven, ook internationaal, want ja, je ging natuurlijk naar de Weissensee, overal een beetje meer schaats. Wat ervaar je dan als de eerste keer dat je er dan zo bij bent? Ja, de eerste keer, dat is gewoon heel verschillend. De ene keer ben je in Oostenrijk en dan
Ja, dat schijnt de zon en dan is het prachtig mooi weer. En dan denk je, tjong, en dan zie je die bergen en dan ben je een beetje aan het schaatsen. En dat is gigantisch mooi. En een paar weken later dan ben je in Finland en dan is het min 20. En dan heeft de een naar de ander allemaal bevriezingsverschijnselen. En dan, nou, dat is best wel pittig dan. Maar dat is gewoon, het is gewoon constant wat anders. Is hoe het schaatsen gebeuren, is het de kunst is wat overal spullen bio is of natuur is? Ja, alles op zijn tijd. Ik vind kunst is, vind ik prachtig mooi om te doen. En kijk, natuur is wat mooier ervan dan, dan lijkt wel of heel Nederland een beetje wakker wordt. Omdat, ja, gewoon de hele sfeer eromheen, dat is ook gewoon, ja, dat is gewoon op zijn tijd ook gewoon heel mooi. Maar het is ook mooi dat het niet elke week is, want dan kijk in de Achterhoek zou ik zeggen elke wekker. Maar het is mooi dat het niet elke week is, want dan, ja, dan is de mooigheid er ook weer af. Het is gewoon, ja, dat natuur is dan, ja, dat heeft wel zijn charme. Gegeven moment ben ik bij een schaatsmarathonwedstrijd, en dat is ook al jaren geleden trouwens. En dan jurk in één keer een naam, en je hebt een bijnaam, Willy Wortel. Hoe kom je door dat? Ja, hoe kom je eraf, zou je zeggen? Ja, de draf gaat ook vanzelf, maar ik was bezig met vaak met nieuwe dingen. En dan soms waren anderen bezig met nieuwe dingen en die kwamen er naar me toe en dan kon je wat dingen testen. En achter van allerlei dingen, zo dunne messen, dat was dan van Mannix de Kortenaar, die woont hier in Wezep. Die was met dunne messen bezig en toen ben ik op dunne messen gaan heen en ik herkende een wisselschaats. Ik samen met Gert Rutenberg en zo gedaan, dus ach, zo had je vaak van alles wat. Ja, de klapschaatsen. Ja, de klapschaatsen was ik toen als eerste met die erop ging heen. En, of de eerste die er een marathon op won. Maar ja, dat was ook een, alleen dat was al een uitvinding, dat was al in 1800 zoveel gedaan. Dus dat was weer niet nieuw of zo, maar toen brak er wel de deur op een gegeven moment. Hoe ben je dan degene die dat praktiseert? Of ben de mensen die bio komt die zeggen, ja maar ik heb een idee. Of komt dat allemaal van u zelf? Nee, heel veel, sommige dingen komen van de ander. En, zoals die wisselschaatsen, dat kwam wel van mezelf. En dat was meer toen ik in Finland had een keer botte schaatsen. En ik heb vaak reserve schaatsen bij me. Dus toen heb ik gewoon complete schaatsen gewisseld. En toen zat ik eerst in de kopgroep en toen kwam ik in de tweede groep kwam ik terecht. En toen kwam ik naar de eerste. En uiteindelijk won ik die wedstrijd. En toen heb ik twee keer over een schaatsen gewisseld. Dus dan ga je denken van, tjongen, ik heb wedstrijden gewonnen en met schaatsen wisselen. En dan, ja, dan ga je denken van, ja, als dat nog sneller kan, dan kun je... Dan kun je er veel meer resultaat mee halen. Dus toen, ja, dan ga je denken en dan gooi je naar leur toe die zo'n wisselschaats kunt maken. En dan ja, van de ene komt de ander. En je hebt, kijk, alleen kun je het ook niet terecht te brengen. Dan heb je allemaal leur nodig die er aan met werkt. Er kwam er al een boek, hè? Om eigenlijk schaatsen een beetje goed standaard neer te zetten. Ja, wat bedoel je dan? Een boek geschreven over het schaatswereld. Ja, er zijn heel veel boeken, maar... Maar heb je ook zelf ontwikkeld of wanneer de anderen die dat doen? Ook een keer een boek, maar... Je bedoelt een boek wat... er zijn van allerlei boeken, maar ik ben in ieder geval geen echte schrijver. Dus daar ben je ook nooit mee bezig al? Het is wel een keer een boek uitgebracht. En dat, zoals mijn vader, die heeft er een keer mee gewerkt samen met Huub Snoep. Dat is ook een journalist. En dan heeft... ik schreef als wat op papier, maar dan moet ze. Dat is niet het eindresultaat wat ik op papier zet. Ja, dat heeft een ander voor jou dan. Ja, ja, dan gooi je verder, want de ene overwinning naar de andere kump. Op een gegeven moment zit de teller op 48. Maar hoeveel heb je er in totaal tot nu toe willen winnen? Ja, op kunst is in ieder geval iets van 77. En daarnaast nog allemaal losse wedstrijden, zoals puntenkoersen en koppelkoersen. En ook op natuur is nog aardig wat. Je bent er heel wat, hè? Ja, je bent er heel wat, ja. Ja, dat levert natuurlijk ook publiciteit op van alle kanten. Ging dat sponsors binnenhalen op dat moment dan ook makkelijk? Dat gaat zo een beetje vanzelf. Of vanzelf, maar kijk, soms gooi je naar iemand toe en dan vraag je of dat niet wat voor hun is, sponsoring. En soms dan komt leuk bij mij om te vragen of het niet bij hun in de ploeg kan. Ja, en dat is wel leuk natuurlijk, maar dat is een stuk makkelijker. Ja, ook dat. Je hebt tegenwoordig ook gewoon een ploeg nodig om te mengen marathon schaatsen. Vroeger kon ik individueel aan de gang, maar tegenwoordig mag ik echt in ploeg zitten. Ja, je bent geen stilzitter, want dat is al gebleken met alle ontwikkeling van die hart. Toen kwam het moment, ja, jammer genoeg is nu gebeurd hoor, Flevo on Ice. Ja, maar die gaat nu weer deur. Er is ook
Ja, van Pinkster, die hebt er nu, die bent er nu mee aan de gang en ze wil dit jaar dat er weer losgaat. En dan ja, waarschijnlijk geen vijf, maar ja, iets van 3 kilometer. Ze wil een stap terug gaan doen. Ja, om in ieder geval de boel goed rendabel te krijgen. Ja, kon je dat fysiek allemaal wel aan, want ja, kijk, je hebt een schaars. Het schillen min of meer, maar goed, de schaatsen is op prioriteit die nummer 1 is. Op natuur is, kunst is. En dan vleer van een ijsdeur, waar je hartstikke druk mee. Ik denk bij mezelf, en dan geweest bij mezelf, hoe houdt het daar vol? Ah, dat valt wel mee. Een vleer van ijs, dat is gewoon, soms heb je gewoon een idee en dan anderen bent er mee aan de gang en zo. Dat valt wel mee. En het is soms ook, als je leuke dingen doet, waar, ja, daar krijg je ook weer de energie van. Maar binnen momenten in al die wedstrijden die ik beleefd heb, dat je zegt, dat is de uitschieter. Dat zal ik nooit vergeten, zolang ik leef. Oh, er bent wel meer dingen. Kijk, soms onthoud je een moment in Finland dat je gewoon helemaal stuk zit en dat je het gewoon ontzettend zwaar hebt. En soms onthoud je een moment dat je, ja, dat je juichend over de finish komt. En soms, ach ja, er is van alles wat wij onthoudt. Mooie en minder mooie dingen. Hey, vijand in peloton of ben de meest naar mijn vriend? Nee, dit is ik geen vijand, maar meer vriend. En ja, ik met de ene ga je heel veel hem en met de andere ga je, ja, dan ga je haast niet met hem. Maar dat, ja, jullie kunnen in ieder geval goed met elkaar in het peloton. Ja, waarom mag ik dat zeggen? Dat is omdat we hier vaak ook finishen hebben zien. Van dan komt hij helemaal als eerste, dan komt de rest achteraan. En hij dikke balers, die ben niet blij. Nou, Dorm, het mooiste is, ik heb een keer een NK gewonnen en toen was degene die tweede was, die was nog blij met zijn tweede plek. Die juichen nog meer als mee. En dat is dan soms het mooiste. Als je hebt, tenminste, het is alleen leuk, als je wint, dan is het alleen leuk dat, ja, dan hoop je dat zoveel mogelijk lui blij bent. En sommigen zijn blij met een tweede en sommigen zijn blij met een derde plek. En dan, maar ja, dat is de sport. De ene keer, ja, de ene die baalt dat ze niet op het podium staat en de andere is wel blij, maar... Ach ja, maar ja, dat wisselt zich vanzelf weer af. Je hebt veel in ploegen gezien natuurlijk. Je hebt ploegleider, maak afspraak. Maar je altijd de kopman in de ploegen waar je zit, hè? Nee, ook vaak van... soms ook gewoon... ja, degene wie voorop rijdt, die doorverriet. Kijk, ik heb vaak dat ik wel kopman was, dan riep ik van klassement. Ik heb ook Johan Lang ja, voor die KNSB Cup erin. En dan heb je wel heel vaak dat... dat een ploeg van mij rijdt en wij dan het klassement maar proberen te winnen. Ja. Maar je hebt ook heel veel wedstrijden, ja, als bijvoorbeeld eentje die normaal niet zoveel wint, als die in de kopgroep zit, ja, dan rijdt door voor. Ja, en dan giet het spel iets steeds verder. Vind je dat het verschil, want ja, je hebt de marathon vanaf het begin meegemaakt, die is zelfs zin, dat je zingen, dat is zo mooi. En dan nu anno 2013 alweer, al die jongen bij elkaar hetzelfde. Vind je dat het veel veranderd is in de marathonwereld of is het standaard probleem? Nee, dat bleef eigenlijk wat hetzelfde. Ook zoals met kopgroepen, soms heb je een kopgroep die werken minder goed samen. En ja, dan kun je, ja, dan kun je super een runtie pakken of de van deur gaan in een kopgroep. En soms dan wil een kopgroep absoluut niet draaien. En dat was ja, dat hij vroeger en dat hij nu ook. Waar liet of, hè? Oh, nee, maar soms dan denk ik, ja, soms vind je het wel jammer dat je, dan hoop je dat je weg kunt blijven. En dan, dat punt wat die slaat bijvoorbeeld een beurt over en dan valt het tempo in maar stille. Maar dan, ja, soms dan denk je, ja, je van balen, dan helpt vaak weinig. Maar ik denk dan vaak van, nou, als deze kopgroep niet wat, dan moet je de volgende proberen. Ja, hier hebben we een mooie titel ook bij Van Azeen met Jan Martien van de Weerdring als ploegleider. Schitterende man is het, vind ik persoonlijk. Blijf ook altijd zichzelf, hè? Ja, ik heb gewoon super tieten gehad en... gewoon, ik heb al die fijne ploegen gehad en nou, net wij zijn Jan-Martien van de Wetering, daar kan ik gewoon heel goed mee. Dat ik, ja, Johan is mijn trainer ook was en dat, ja, dat ging gewoon super goed. Wat gebeurde er op ja, Noorden en Kade? Want ja, dan krijg je bij die geruchten is het wel boer of niet boer, maar is van haar en de hele club is u elkaar, hè? Ja, of helemaal u elkaar in ieder geval. Of de Husqvarna heeft aangegeven dat ze met wil stoppen. En ons Bart Mol zat bij ons in de ploeg, die is naar Telstar toe gegaan. En ja, Wielenbund nog bezig voor volgend seizoen. Nog niet geslaagd? Oh nee, Wielenbund nog bezig. Ja, dus wat dat betreft, degene die op zoek is naar Jan Maarten Heidemann, die kan gelijk bij u terecht. Ja. Voor sponsoring. Ja.
Ja, dan gaan we naar het hoofdstuk natuurlijk, de belevenissen, al die ja, al die overwinning. Er speelt nog meer bij jou, hè? Het is niet alleen het schaatsport zoals je vroeger gewend bent. Ja, wat doe je op dat? Nou, regelmatig, dan, ja, Jurby de Ander, René, weet wie, is ook die weg in de gang. Hier ben ook de weg in de gang om sport te bedrijven op een geloofwaardige manier. Ja, kijk, het geloof is voor mij de basis van alles en het belangrijkste wat er is. Dat je nou, mag weten dat Jezus voor jou gestorven is en ja, dat is gewoon voor mij ja, de basis en het belangrijkste van alles. Wordt er opgevangen in een peloton, want in Oostenrijk ga je kerkdienst, komen jullie bij elkaar, René die heeft toen zijn leiding en dan. Dus je ook zeker bij je werd hem. Maar de ervaring van de andere marathonschaatsers? De ene is er wel mee bezig en de andere helemaal niet. Sommigen sommige wil het wel over praten en soms ook, ja, sommigen die praten liever gewoon alleen maar over schaatsen. En ja, dat is gewoon wisselend. Baal je er wel eens van? Oh nee, maar ik vind nee, ik zelf baal er niet van, maar het is wel ja, hij gewoon de Bijbel leest en die weet wat er vergeet, dan het is gewoon het belangrijkste wat er is. En dan, ja, dat gun je iedereen. Ja, ik zal die vraag hem zeker niet verbied te laten lopen, omdat je dus in ons schaatscarrière ook dit beleeft. Ja, ja, wat bedoel je? Nou, dat je dus het geloof ook via de schaats gebeuren een beetje oppakken. Ja, nou, ja, ook dat. Ja, hè? Ja, nou, niet alleen door het schaatsen, maar door meerdere dingen. Ja, door het gewoon het hele leven, maar ja, dan ben je strakke vrouw, ik kan het aan de ogen zien, maar goed, dat is ook niet erg. Wat heb je nog als doelstelling voor jou, voor de toekomst? Je bent nu op een bepaalde leeftijd. Ja, de ene zegt, ik zal mijn marathon schaatsen, ik heb mijn leeftijd. Maar je wil nog lekker deur, hè? Ja, ik wil nog wel lekker deur, maar je zei net van, je strakke vraag, maar tenminste, ik zit er soms te kijken, ik denk van, wat voor kant, of wat bedoel je dan soms? Dus dan dat is meer dat ik zelf aan het denken zo ben, maar ja, ik wil in ieder geval nog een tietje, of tenminste, ik heb toen eens gezegd dat ik nog jaren deur wel. En Piet Kleine reed deur tot 49 en Dries van Weijen werd met 45 nog Nederlands kampioen op Naturisch. Dus je kunt varen wel een heel tijd mee, maar ik bekijk nu gewoon per jaar. Dus ik ga nu niet denken van over 10 jaar dit of dat met schaatsen. Maar ja, ik heb gewoon om nog veel schik erin en ik heb er plezier in. En ja, ik zou het mooi vinden om volgend jaar nog weer ja, deur te kunnen erin. Ja, dan is het open dat de sponsors komen en die Jan Maarten Heidema met de ploeg gaat ondersteunen natuurlijk. Heb je nog iets in de petten dat je zegt, nou dat zit nog in vat wat ontwikkeling betreft binnen het schaatsen? Het zij ja, nieuwe Isis weer of andere dingen? Nou ja, de ontwikkeling dat blijft steeds wel, maar dat bent niet echt hele opzienbarende dingen. Maar soms hij, kijk zoals Mannix de Kortenaar is bijvoorbeeld met voeding bezig en dit werkt ook bij de Universiteit van Delft en in zorgen, nou, in ieder geval met voeding bezig. Dus soms hij wat met voeding en soms hij, volgend jaar komt ook weer nieuwe buizen uit. Ik reed nu op van die, ja, van die Marchesi buizen en de maakt ze weer iets andere. Dus die ontwikkeling, dat bleef altijd wel een beetje, maar niet echt heel opzienbarend. Maar na de ontwikkeling waar we in het begin mee bezig waren, zo vleer van huis, dan dat is, vind ik zelf wel mooi dat die weer losgaat. Ja, mooi is dat natuurlijk. Ja, voeding tot slot. Belangrijk, voeding, want ja, hier was macaroni en eet maar vol en dan rijden, want het is koolhydraten. Maar ik denk dat het een heel andere structuur is geworden, hè? Nou, je, kijk hier achter, net hier achter ons, helemaal bepaalde voedingsmarken van Born en 3 Action en SIS en dat soort. En dat heeft vaak met wedstrijden, zoals met Elfsteden toch of wat, en ook dan heb je vloeibare voeding. En, maar je, ja, het is op zich het mooie is dat je op zich, het gaat nog steeds om gewoon gezond eten en ja, niet te vet en van alles wat. En alleen met wedstrijden dan heel vaak van die dorstlessen of gewoon een bidon met zit aan sportvoeding en zo in. Ja, we gaan van de voeding natuurlijk naar het volgende stuk, want iedereen wil natuurlijk ook weten. Jan Maarten, ben je beroepsschaatser of ben je nog werkzaam? Ik werk hier een paar uur bij Stoudam in de winkel. Op maandag ben ik er vaak en dinsdag. En soms doe ik ook wat fietsmetingen. En ik heb nog 0 uur een contract in Zutphen in een verpleeghuis. Dus af en toe ben ik ja, als fysiotherapeut door werkzaam. En thuis doe ik af en toe eens wat masseren. En dat zal ik eigenlijk nog wat meer willen doen.
Gewoon wat sportmassage, leur die lasten van de nek of de rug, dat je wat God me zien. En ja, zo'n wat andere ding. Ja, zo'n beetje een combinatie te vinden natuurlijk in het verdere oorzaak van uw leven. Ja, precies. Ja, ja, en dan heb je natuurlijk de SODA. Dat is een soort instantie of een organisatie wordt gesponsord door veel bedrijven. Ja, maar veel oude broekers bij SODA betrokken die... Die steunt een project in Mozambique. Er is een dokter hier uit Wezep, Paul Zuidema. Die is daar al tijden aan het werk om mensen door te helpen. En er wordt, ze zijn er aan het kijken om ook zo bijvoorbeeld waterbronnen die worden geslaan. Om goed water en zo te krijgen voor die bevolking door. En er zijn best veel oude broekers die doorheen gaan. En hoe lang besteedt dat dan? Ja, in ieder geval al een paar jaar. Maar ze hebben in ieder geval flink wat gerealiseerd. Maar dat kun je zo zien op de site van SODA. Dus gewoon even www.soda indrukken, via googlen, dan is het ook zo bereikbaar. Ja, en dan komt er van alles voor, ja. Heel goed. Zeker is dat ook belangrijk voor dit soort ontwikkelingen. Hoe kwamen jullie op dit idee om dat te doen? Nou, omdat er was een ondernemer uit Oldenbroek. Ja, je bedoelt... hoe dat precies allemaal tot stand is, kun je allemaal op de site en zo zien. Maar wie hebt dan nu, je kunt wel zien, het zit hier ook op het pak. Dat is een ondernemer uit Oldenbroek, die vond het mooi om dat ook op het pak te zetten en proberen wat naamsbekendheid ervoor te krijgen. Heel goed. Goed, we kunnen een boek schrijven. Jamaan Heideman over uw hele carrière. We hebben van alles een beetje dieren nu, in vogelvlucht, zeg ik altijd. Ik wens u nog veel succes natuurlijk en hopelijk, dan staan we van de winter weer op de kunstjesbaan Natuurisch met Jan Maarten Heideman in peloton. Ja, ik ben benieuwd of ik nog een keer spreek aan de Bonken Vaart. Maar... Heel goed, dank u wel. Maar veel meer is misschien nog net zo mooi, hè? Ja, hè? Heel goed, bedankt.